Hi, ik ben Nick van Ouster. Leuk dat je kijkt. Je wilt je gipsplaten gaan afwerken, maar wilt weten welke vuller je het beste kunt gebruiken. In deze video leg ik je kort uit welke soort je wanneer gebruikt. Ga je schroefgaten bij kopse kantnaden en RK-platen vullen, dan is de alles in één pastevuller het meest ideaal. Om deze kant-en-klare pastevuller en finisher hoef je niet meer aan te maken met water. Dus altijd de goede mengverhouding en geen gedoe. Je vult de gaten met een gipsmes. Als je meerdere lagen aan moet brengen, houd dan rekening met de droogtijd van minimaal 24 uur. Heb je een klein oppervlak en wil je meerdere lagen achter elkaar doen, kies dan voor de B45 poedervuller. Deze heeft namelijk maar een droogtijd van 45 minuten. De AK-naden vul je altijd in meerdere stappen. Je begint met het plaatsen van een band. Wij gebruiken hiervoor de zelfklevende band, want die is wel het makkelijkst. De tweede stap is het vullen van de AK-naad. Dit doe je of met de kant-en-klare pastevuller en finisher, of met de B45. Welke je kiest is afhankelijk van hoe snel je wilt werken. Deze heeft een droogtijd van minimaal 24 uur. Dat betekent dat je tussen de lagen eventjes moet wachten. Deze heeft een droogtijd van 45 minuten. Dus de tweede laag die kan je sneller doen. Als je de AK-naad goed gevuld hebt, dan is het tijd om de finisher aan te brengen. Dat kan dus wederom met de alles-in-één pastavuller en finisher of met de kant-en-klare finisher. Het vullen van de AK-naden doe je ook met een gipsmes of met een spakmes. Het voordeel van een spakmes is dat je iets strakkere lijnen kan trekken. Wil je nou precies weten hoe je dit doet? Kijk dan onze klusvideo over het isoleren van je schuine dak en afwerken met gips. Weet je al genoeg en wil je direct beginnen? Ook dat kan. Want op houser.com bestel je al je klusmaterialen in één keer en heb je het geleverd wanneer jij het wilt. Succes met de klus!